De rust in de samenleving is nog niet helemaal teruggekeerd na de uit de hand gelopen protesten van 17 februari. Dit zei justitieminister Kenneth Amoksi vandaag aan journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman geeft aan dat de autoriteiten hopen dat er geen andere protestacties worden georganiseerd de komende dagen. Dit zodat het veiligheidsgevoel weer terugkeert bij de samenleving. We hebben gezien dat teweeg kan brengen wanneer veel mensen bij elkaar komen, wanneer groepen bij elkaar komen. Dus we gaan ook een antwoord hierop formuleren, omdat er niet wederom een escalatie optreedt. De minister zegt verder dat er vanaf het begin van het onderzoek naar het ontstaan van de rellen op 17 februari bepaalde constateringen zijn gedaan. Dit heeft vooral de conclusie doen opkomen dat er georganiseerd en simultaan misdaden zijn begaan door mensen. Ik ben blij dat u, dat journalisten ook tot die conclusie zijn gekomen. En ook gisteren tijdens de bezoeken die ik in het team van de president mogen afleggen. We hebben ook weer naar die beelden bekeken van de verschillende zaken. En je ziet allemaal, weet je, de manier hoe er te werk gegaan is. Dat eigenlijk, er is helemaal geen rekening gehouden met onze mede-Surinamers. Toch? Al de investeringen die door ondernemers is gepleegd. Weet je, de werknemers, onze gezamenlijke Surinamers. De werknemers, weet je, de manier hoe ze te werk zijn gegaan. En het is traumatisch. Het heeft mij ook zwaar getroffen dat onze Surinamers dit met elkaar doen. Amoksi zegt dat zaken er zo erg aan toe gingen dat er zelfs door middel van een kettingzaag geprobeerd is om in te breken in een winkelzaak. Hij stelt dat de gebeurtenissen van 17 februari onder geen enkele omstandigheden goed te praten zijn. De bewindsman geeft aan dat de politie niet wil optreden om mensen het leven zuur te maken, maar juist ervoor is om de orde te handhaven.